De ontwerpwet over de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk in zaken samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens is gisteren met algemene 38 stemmen aangenomen. Voorafgaand aan de stemming plaatsten de DNA-leden kanttekeningen bij de wet. Deze overeenkomst heeft als doel de veiligheid van beide landen aan weerszijden van de grens te waarborgen. Binnen de wet worden er afspraken gemaakt voor het uitvoeren van gezamenlijke patrouilles. DNA-voorzitter Jenny Simons benadrukte dat er een amendement is aangenomen die deze ratificatiewet wijzigt. Ze legt uit wat dat precies inhoudt. In artikel 1 van de ratificatiewet staat dat op 1 juni 2006 de Saint-Laurent-du-Maroni-Frans-Guyana gesloten overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk in zaken samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens wordt goedgekeurd. Dan is er nu in het amendement een lid 2 toegevoegd. Bij de uitoefening van de waarnemersstatus als bedoeld in artikel 3 van betreffende overeenkomst, bij gezamenlijk uit te voeren patrouilles op Surinaams grondgebied, oefenen de daarbij betrokken agenten van Frankrijk hun bevoegdheden slechts uit onder volledig gezag van de Surinaamse politie. De uitoefening van deze bevoegdheden strekt niet verder uit dan de loop van de Marowijnrivier. En ik vraag hierbij aan de leden of dat zo moet blijven, of de grensrivier genoemd moet worden. En binnen een strook van 2 kilometer landinwaarts, waarbij de daarin voorkomende dorpsgemeenschappen eveneens volledig onder de juridische jurisdictie van Suriname vallen. In de wet is verder opgenomen dat de regering verplicht is de mensen van betrokken gebieden voor te lichten. Ferdinand Welzijn is waarnemend minister van Justitie en Politie en hij benadrukt dat de regering dit zeker ter hand zal nemen. Volgens de bewindsman zijn er in het verleden misstanden geweest waarvan verwacht wordt dat die worden onderzocht. Dat zal dus ongetwijfeld ook gebeuren. Maar de strekking van dit verdrag, mevrouw de voorzitter, is juist bedoeld om de onregelmatigheden die zich in het verleden hebben voorgedaan mogelijk in de toekomst te voorkomen. En daartoe zullen de samenwerkingsprotocollen, de uitvoeringsprotocollen, moeten strekken. Er is een vraag gesteld over Marowijnen. Het gaat dus om district Marowijnen en district Sipaluini. En dus dat is de grens met Frans-Guyana. En voor de volledigheid zou het dus moeten zijn Marowijnen aan de Surinaamse zijde en Dumaroni aan de Frans-Guyanese zijde. Waarnemend justitieminister Welzijn gisteren in DNA bij de behandeling van de wet over de goedkeuring van de overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk in zaken samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens. De wet is met algemene 38 stemmen aangenomen.